Om eerlijk te zijn, lees ik niet zo graag boeken. Nochtans ben ik wel stilgebleven bij dit boek genaamd Vanavond. De auteur van het boek is Marita de Sterk. Ze is geboren op 16 augustus 1955 in Antwerpen. Je kent haar misschien van haar andere boeken zoals De Hondeneters of Het Duivelskruid. Het genre van het boek is meer over de Tweede Wereldoorlog. Ook over liefde en relaties. Mona, die eigenlijk Jeanne heet, is 16 jaar in 1935. Ze woont in Mariaburg, in de buurt van Antwerpen. Het zijn harde tijden en Mona gaat op zoek naar werk. Ze biedt zich aan bij Madame Angel, die de baas is van het Café de Londres. Het café staat bekend als een uitzuipcafé. Er wordt volop met drankjes geknoeid en de mannen krijgen daar veel van hun geld kwijt. Voor Mona is alles volledig nieuw. Voor haar is dit een nieuwe wereld dat ze moet ontdekken. Later wordt Mona verliefd op bakkerszoon Stan. Jammer genoeg is dit niet wederzijds. Omdat Stan een oogje heeft op Marieke. Het wordt nog wat complexer als Marieke niet kan kiezen tussen Stan en zijn neef. Dit zorgt allemaal voor ingewikkelde problemen waar wij als lezer ons goed kunnen inleven in de gevoelens van de personages. Doorheen het verhaal maken we ook kennis met andere bewoners van het dorp. Zo heb je de bazige en bemoeizuchtige moeder van Stan, Germijn. Er is ook nog de vaste klant van de Café de Londres, de advocaat Grégoire. Hij is nationalist en jodenhater. Mona vraagt hem, als hij te veel gedronken heeft, voorzichtig uit over de situatie in de oorlog. Ze doet dit ook om informatie te kunnen doorspoelen aan de Joodse diamanthandelaar Gabriel en zijn vrouw Everina, die in het boek Moeder Sarov genoemd wordt. Dit koppel heeft onderdak gegeven aan Alma, die gevlucht is uit Duitsland. Mona wil deze mensen helpen, maar speelt een gevaarlijk spel door Grégoire uit te dragen. Meer ga ik jullie niet verklappen. Hiervoor gaan jullie het boek moeten lezen. Ik ga jullie wel mijn mening geven. Ik vond het een zeer goed boek. Waarom? Je kon je goed inleven in de gevoelens van elk personage. Hierdoor begreep je altijd ook het standpunt van iedereen, waardoor je altijd mee was. Ik zal ook van dit boek onthouden dat iedereen zijn eigen gevoelens heeft en ook dat iedereen uniek is op zijn eigen manier.